Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, het energetisch ontwaken, naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3, waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high-end soul-aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 140, Money Blocks. Ontdek wat een geldblokkade eigenlijk echt is, hoe je het opspoort en krachtig doorbreekt, plus speciale doorbreek je money block oefening. Vraag aan jou. Een geldblokkade. Herken je dat gevoel dat iets je blokkeert, stagneert of zelfs saboteert als het om geld gaat? Ontdek in deze podcast wat een money block eigenlijk echt is, zodat je je blokkades krachtig kan doorbreken en transformeren en de frequentie van geld vervolgens voor je kan laten werken in plaats van tegen je. De show notes van deze aflevering vind je op www.lisettelucas.com/140. En download helemaal gratis mijn Lisette Lucas app, zowel voor iOS als Android. En daar vind je alle gratis tips, tools, podcasts en uiteraard de Energy Joy Mastery Academy. Van harte welkom bij podcast 140. Wie kent dit niet? Money makes the world go round. Oftewel, geld laat de wereld draaien. En om maar meteen met de deur in huis te vallen en te fine-tunen in de diepte, is dit echt zo? Want ik zeg altijd, energy makes the world go round. Oftewel, energie laat de wereld draaien, want alles is energie. En of je nu wel of niet van het spirituele bent, het is gewoon wetenschappelijk bewezen. Je kan namelijk energie niet vernietigen, maar het kan wel van vorm veranderen. En dit is precies het allerbelangrijkste om te weten, dus houd dit even in je achterhoofd. En om maar meteen straight to the point te gaan, geld is niet meer en niets minder dan energie. Wanneer je dus master over je energie en frequentie bent, ja, dan zou je ook master over de frequentie en energie van geld in je leven kunnen worden. En ik hoor je denken, leuk Lisette, klinkt simpel, maar waarom hebben dan zoveel mensen daar zoveel problemen mee? Eigenlijk ook weer heel simpel. We draaien allemaal op oude programmering en software. Oftewel, we hebben als mens allemaal een krachtige database aan interne software waar we dagelijks op draaien en leven. En zit er ergens in die interne software een energetische programmering waaruit blijkt dat geld wordt geassocieerd met pijn? Wat gaat jouw super intelligente systeem dan automatisch doen vanuit jouw oerprogrammering? Ook weer heel simpel. Die gaat jou bij die pijn vandaan houden. Want jouw eeuwenoude oerprogrammering heeft, even heel zwart-wit gezegd, namelijk maar één doel en functie. En dat is overleving. Jou laten overleven. Oftewel, jouw oerprogrammering en interne software staat ingesteld op ik houd jou bij pijn vandaan en ik stuur je naar plezier. Of eigenlijk ogenschijnlijk plezier, maar dat ga je zo beter begrijpen. En daar zit dus de uitdaging. Want zodra jij meer de energie van pijn koppelt aan geld dan de energie van plezier, dan zal je altijd jezelf op onderbewust niveau bij geld vandaan saboteren. En ja, uiteraard, ik ben daar zelf het wandelende voorbeeld van geweest. Want nou ja, als je eerdere podcast hebt geluisterd, dan weet je, ik ben opgegroeid in een hele rijke, vermogende familie. Geld in overvloed, overal huizen, boten, auto's, kleding, sieraden, vakanties. Voor mij was het allemaal de normaalste zaak van de wereld. Totdat ik als jong, hoogsensitief meisje ging zien hoe familieleden onderling met elkaar omgingen zodra het om geld ging. Maar ik zag het ook aan de mensen om ons heen. Of sterker nog, ik voelde het vooral, want de energie van jaloezie, haat, nijd, afgunst was de energetische frequentie die ik ging koppelen aan het hebben van, ja luister goed, aan het hebben van veel
geld en rijkdom. En zo gebeurde het dus, dat ik als klein meisje de overtuiging creëerde, op onderbewust energetisch niveau, dat het hebben van geld, veel geld, dus pijn veroorzaakt. En weet je nog wat ik je net heb verteld? Je oerprogrammering stuurt je altijd weg van pijn en naar plezier toe. Dus koppelt jouw programmering pijn aan het bezitten van geld of veel geld, dan zal jouw onderbewuste programmering er alles aan doen om jou in schijnveilig plezier te houden. En in dit geval, een voorbeeld met geld, is dit schijnveilige plezier je dus in schaarste en een tekort aan geld houden. Dus geld was voor mij gekoppeld aan pijn, dus wat ging ik op een gegeven moment doen zodra ik geld in handen kreeg, zodra ik geld verdiende? Ik ging het zo snel mogelijk weer uitgeven. Ik ging het zo snel mogelijk van vorm laten veranderen door er bijvoorbeeld kleding en spullen van te kopen, door mensen cadeaus te geven, door het weg te geven. En natuurlijk had ik dit niet door op het moment dat dat gebeurde. Het heeft echt jaren geduurd voordat ik eindelijk krachtig ging investeren in mezelf, omdat ik gewoon voelde dat dat moest, er moest iets veranderen. Ik had zo'n moment van genoeg is genoeg. En toen ontdekte ik pas waarom iedere keer mijn banksaldo zo laag was. Ik saboteerde mezelf uit angst voor pijn naar schijnplezier toe. Wauw, nou eerlijk, dit was echt een mega en life-changing inzicht. Ik had, zo bleek dus, een mega geldblokkade op onderbewust niveau, waardoor ik altijd zorgde dat zodra er geld binnenkwam, ik het meteen weer handig de deur uitsluisde. Want daar koppelde ik plezier en veiligheid aan. Bizar als je erover nadenkt toch eigenlijk. Maar totdat dus het moment kwam waarop ik gevoelde van genoeg is genoeg. Nou ja, mijn kledingkasten zaten ook vol om eerlijk te zijn. En toen kwam gelukkig ook het moment dat ik me realiseerde wat een blokkade nou eigenlijk echt was. Want eerlijk, als jij het woord blokkade hoort, wat denk je dan? Waar denk je dan aan? En doe maar even met me mee trouwens, als dat lukt, als je even de ruimte en tijd hebt om het goed even te voelen en te kijken. Want dit kan krachtige inzichten opleveren. Dus doe maar mee. Hoe ziet jouw eventuele geldblokkade eruit? Kijk maar alsof je het als een plaatje voor je kan zien. Ik zag bijvoorbeeld zo'n gigantische wegopstopping voor me. Met van die grote borden, die grote hekken, die rood-wit gestreepte. En ik zag stopsignalen, roodknipperende lampen overal. Met dat gevaargevoel eronder, alsof er een soort afgrond achter zit. Een soort dreigend gevaargevoel. Dat voelt voor mij als een blokkade. Ja, dus ik ben benieuwd hoe een blokkade in jouw gedachten en jouw mind eruit ziet. Doe maar even mee, kijk er maar naar. En vertrouw op dat eerste wat naar voren komt. Hoe ziet jouw blokkade eruit? Welk plaatje, welk beeld of welke foto zie je voor je op het moment dat ik dit zo vertel of vraag aan jou? Want dit is echt een heel krachtig moment. Want zodra je het helder hebt, kan je het gaan transformeren. Ja? Zie je het? Oké, top. Dus nu weet je hoe jouw blokkade eruit ziet. En nog een vraag, is dit trouwens een algemene blokkade? Of is dit echt hoe jouw geldblokkade eruit ziet? Want als ik intune op mijn oude geldblokkade, dan zag ik dus al die hekken en die lampen en alles. En daarachter zag ik dan ook nog een geldboom staan. Waarom, zou je denken? Nou, omdat mijn moeder altijd zei dat als ik iets echt zo graag wilde, ondanks dat we in rijkdom leefden, ja, Lisette, we hebben geen geldboom in de tuin. Want mijn moeder had een hekel aan verwende kinderen, dus denk maar niet dat ik alles kreeg wat ik wilde, tegendeel zelfs. Maar denk maar even mee, wat werd er vroeger tegen jou gezegd in je jeugdjaren over geld? De eerste 10 jaren van je leven, hoe werd er over geld gesproken? Denk er maar eens over na. Bijvoorbeeld, rijke mensen zijn gierig. Of, ja hallo, het geld groeit niet op mijn rug. Of kreeg je te horen of te zien van je moet hard werken voor je geld. Of je moet alles delen, want anders hebben anderen niet genoeg. Of als je dan 's avonds aan tafel zat, was het je eet je bord leeg, want de kindjes in Afrika zouden er alles voor over hebben. Herkenbaar? Want dit is allemaal heel interessant om dit helder te hebben. Zo heb je het namelijk meegekregen. Maar even terug naar die blokkade. Je ziet het plaatje van de blokkade dus wel of misschien niet voor je. En zie je het dus niet, is dat ook helemaal geen probleem. Want als je het niet ziet, dan kunnen we kijken of je het voelt. Dus voel maar eens mee. Die zin waar je net aan dacht. Dat wat vroeger werd verteld en gezegd over geld. Denk daar maar eens aan. Eentje die als eerste naar voren komt. Stap maar weer in dat moment.
Waar was je toen dat werd gezegd? Waar woonde je en wie waren er bij je? Wie waren er om je heen? En het allerbelangrijkste. Hoe voelde je je op het moment dat er werd gesproken over geld? Voel maar in en om je lichaam. Dus met om je lichaam voel ik de ruimte voor je, achter je, naast je, boven je, onder je of in je lichaam. Voel maar die energie van geld zoals je dat hebt meegekregen. Waar voel je het? Ik voel het bijvoorbeeld bij mijn buikgebied. Kan ook op andere plekken zijn. En hoe voelt het? Hoe voelt die energie? Voelt het licht of juist zwaar? Voelt het drukkend of verruimend? Of voelt het beklemmend of juist heel open? Voelt het warm of koud? Ervaar maar wat het met je doet, met jou en je emoties. En vertrouw op dat eerste gevoel, want dit moment waar je nu aan denkt, daar is een imprint gecreëerd. Een energetische imprint en residu in jouw energieveld over geld. Hoor ik je nu denken, een energetische wat? Nou, hier is het even heel simpel weggezegd, zoals ik het graag ook beschrijf en omschrijf normaal. In het moment waar je naartoe ging, daar is een wolkje energie gecreëerd. En dat wordt ook wel een blokkade genoemd. Maar wees maar eens eerlijk, wat voelt zwaarder? De frequentie van een blokkade of de frequentie van een wolkje energie? Nou, een blokkade voelt zwaarder, toch? Dus ik persoonlijk, ik praat veel liever, als ik het heb over blokkades clearen, ik praat veel liever in wolkjes energie. Want die kunnen we met gemak transformeren, transmuteren, clearen en vervolgens met behulp van licht laten oplossen, verwijderen en verdwijnen. Want doe maar eens mee. Voel nog maar even waar dat wolkje van die wat zwaardere energie zit. Die zogenaamde geldblokkade. Ja, adem maar even diep in. En uit. En breng je aandacht maar eventjes naar die plek waar je dat wolkje ziet, voelt of ervaart. En voel maar even die zwaarte of op wat voor manier je het ook voelt of ervaart. En zie ook maar de kleur. Vertrouw maar op die eerste kleur die nu naar voren komt. En dan zie je helemaal niks. Ook helemaal prima. Dan kan je zelfs een soort grijs wolkje visualiseren. Ook prima. En nu komt zeg maar de magie van energiewerk. Ja? Dus pak als het ware maar in gedachten dat wolkje beet. Ja? Kan je een beet pakken? En laat er nu maar eens een prachtige, krachtige straal van magisch gouden licht opstralen. Dus visualiseer maar de zon boven je en daar komt een prachtige, magische, gouden straal van licht uit. En terwijl je in en uit ademt, wordt dat wolkje helemaal verlicht door dat licht. En glimlach maar naar dat wolkje en zie maar hoe dat wolkje als het ware oplost. En doe je handen maar naar elkaar toe. En zie maar wat er met het wolkje gebeurt terwijl het licht erop schijnt. Je voelt je handen warmer worden. Maak het maar kleiner en kleiner. En zie maar hoe het gewoon verdwijnt uit elkaar spat. En het is weg. Het is weg. En voel en kijk maar naar de plek waar het zat. En stuur er maar extra licht en liefde naartoe. Want je voelt misschien zelfs bijna dat er een soort ruimte en holte is ontstaan. Vul het maar met licht. Adem lekker in. En uit. Heel goed. En glimlach even naar die plek. Wauw. Zo simpel gaat dat. En hoe voelt het nu? Weet je nog wat daar zat en waar het zat en waar het ook weer vandaan kwam? Nee toch? Het is weg. Het is getransformeerd. En voel ook maar alsof er een soort windvlaag nog voorbij komt. Die alles wegdrijft, verwijdert wat eraan gekoppeld zat. En het verdwijnt zo uit het raam. En je ziet het verdwijnen, weggaan, wegdrijven. Helemaal aan de horizon, totdat je het niet meer ziet. En het is weg. Heel goed, helemaal getransformeerd en verwijderd voorgoed. En zo simpel kan je energie van vorm laten veranderen. En dit is slechts één manier van de hele toolkit die ik gebruik om blocks, om blokkades te clearen. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. Stuur het me, mail het me, DM het me. Ik vind dat super gaaf om te horen. En ja, het kan natuurlijk ook zijn dat je diepgewortelde, hardnekkige uitdagingen ervaart. En ik raad je dan ook aan om in ieder geval podcast 139 te luisteren, Trauma Reset. Want daar leg ik uit hoe diepe uitdagingen op energetisch en onderbewust niveau kunnen worden getransformeerd onder mijn persoonlijke 1-op-1 begeleiding. Want als je diepe money blocks en andere onderliggende blokkades niet bij de kern, niet bij de wortel verwijdert, dan zullen ze helaas de kop op blijven steken.
Laatst bijvoorbeeld nog had ik een krachtige 1-op-1 sessie met een cliënt en het bleek dat de money blocks van die cliënt niets met geld te maken hadden, maar met een intense traumatische ervaring uit haar jeugd. En dat had ze natuurlijk zelf nooit kunnen bedenken, dat daar die connectie lag. Dus dit was een mega inzicht en heeft alles voorgoed veranderd en dus die hardnekkige blokkade krachtig doorbroken. Ze had al zoveel gedaan, dus neem dat ook mee. Die moeten dan ook krachtig getransformeerd worden. Maar goed nieuws, want het klinkt zo zwaar, al die blokkades. Goed nieuws, je weet nu, het is slechts energie. En nog meer goed nieuws, overal is een oplossing voor. Dus ik help en begeleid je uiteraard met alle liefde hierin. En of het nu is voor jezelf en je eigen persoonlijke money blocks en andere uitdagingen. Of wanneer het is omdat je als ondernemer in je eigen business maar niet door dat irritante plafond van bijvoorbeeld 5000 euro per maand omzet kan breken. Ik kan je helpen. Want goed om te weten ook, ieder plafond heeft een nieuwe energetische doorbraak nodig. Simpelweg omdat je bij ieder financieel plafond wat je bereikt weer nieuwe onaangetaste blokkades kan tegenkomen, waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Want ik weet ook nog zo goed, helemaal aan het begin van mijn praktijk, dat ik stond te juichen als iemand me 100 euro betaalde voor mijn werk- en energieuitwisseling. Dan voelde ik me zo rijk. Maar inmiddels heb ik zelf keihard aan mezelf gewerkt. Ik heb plafonds doorbroken, mindsetwerk gedaan, energy gecleared. En inmiddels vind ik het dus normaal dat mensen 10.000, 15.000 euro en zelfs 20.000 euro betalen om met me te werken. En dit heeft allemaal te maken met krachtige mindset shifts en het doorbreken van die blokkades. En ja, weet, ik blijf dagelijks aan mezelf werken, want dat is absoluut essentieel. Dus wil je ook je geldblokkades en plafonds doorbreken, privé of in je business? En wil je krachtig shiften naar de next level van impact, inkomen en dus vrijheid? Nou, ga dan naar de link in de show notes op www.lisettelucas.com/140. En daar lees je welke mogelijkheden er zijn. En leuk weet je, ervaar je nu al weerstand tegen het ondernemen van actie? Klonk het zeg maar eerst allemaal goed wat ik vertelde en schiet je nu een beetje in die ja-maarstand? Of misschien voel je het ergens opbouwen in je lichaam, in je energie? Realiseer je dan dat het juist je moneyblok is die je schijnveilig wil houden. Weg van pijn en naar schijnplezier toe. Dus vraag jezelf dan ook af, hoeveel plezier bleef ik nu in mijn huidige situatie met mijn huidige geldovertuigingen? Hoeveel levert het me echt op? Of kost het uitstellen van het doorbreken van moneyblocks me juist geld? Ik zeg ook altijd, als je nu niet het geld hebt om blokkades te doorbreken, dan is het juist de reden om het wel te doen. Ik weet zeker, je toekomstige zelf zal je dankbaar zijn. Dus voel je genoeg is genoeg, dan zeg ik ga voor mega doorbraken. Want ik weet zeker dat je achteraf zou zeggen van oh my, had ik dit maar jaren eerder geweten. Dat had me zoveel geld bespaard. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je tijd en energie. Ik kijk er enorm naar uit je te ontmoeten of om je weer te zien. Heel veel liefs, hele dikke knuffel van mij en heel veel succes. Dank je wel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme Energy Joy Mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energieslurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.